denk dat ik de eerste was die, die zelf een liedje schreef, wat opgenomen is. En ja, dat heb ik, dat liedje heb ik helemaal zelf gemaakt. En mijn doorbraak als componist, dat kwam met Lia, wat ik had geschreven. En ja, daar zit een verhaal achter wat we heel lang niet hebben verteld, op verzoek van. Want Lia, dat ging over een catsfan. Die kwam altijd als wij in de buurt, dus kwam het Wervershoven, altijd als we daar in de buurt speelden, dan was zij daar met een stuk of drie, vier vriendinnen. En dan zaten we vaak in de pauze, zaten we met te praten met onze fans. En toen speelden we een keer in de buurt in Zandverkeren met een jongen uit Edam. En die kwam op een keer, toen we daar ook in de buurt speelden, kwam hij naar me toe. Heb je het niet gehoord van Lia? Ik zei, hoezo Lia? Nou, Lia was verongelukt, dus die was overleden. En dat raakte mij, want ze was een paar jaar jonger dan ik. En dan op die leeftijd, zo'n 19 jaar, toen ze overleed, dat past natuurlijk niet. Dus dat greep enorm in. En ik heb daar een liedje over gemaakt. En heb ik ook laten horen aan de band en ook aan onze producer. Ja, die wilde dat graag een opnemen. Toen heb ik contact gezocht met die moeder. Haar vader was al overleden en haar zusje. Ik had een liedje over Lia geschreven en dat wilde ik laten horen. En toen ben ik ook daar naartoe gegaan. En toen zei ik van, nou, ze vond het heel mooi, ontroerd natuurlijk. En toen heb ik gevraagd, maar wij willen dat graag opnemen. En kunt u dat aan als dat op de radio komt? Ja, zei ze, denk het wel, als er maar niet zo'n heisa in kranten over gemaakt wordt. Nou, toen heb ik beloofd dat wij onze best zouden doen om dat uit de universiteit te houden. En dat is ook tientallen jaren is dat gelukt, maar op een gegeven moment is dat wel doorgecijpeld naar journalisten, dus dan kreeg ik wel eens vragen over. En pas in 2011, toen is er een item over gemaakt in de top 2000, want dat stond ook in de top 2000. Dus toen is het algemeen bekend geworden. I heard you say.